Yvonne Koldewijer heeft zich al geruime tijd ontpopt als een ondernemende vrouw. In 2015 koesterde ze een ambitieus plan, het oprichten van een bedrijf dat gespecialiseerd is in de verhuur van exclusieve designerhandtassen. Een idee dat haar echter niet minder dan 25.000 euro zou kosten. De inspiratie voor dit ondernemingsavontuur ontsprong aan de vele keren dat Yvonne naar de populaire serie Sex and the City had gekeken. Geïnspireerd door de glamour van de show, besloot ze een gat in de Nederlandse markt te vullen. Ik dacht, dit hebben we in Nederland nog niet, deelde Kolderweijer enthousiast in een video op haar YouTube-kanaal. Ik hou van risico's, dus ik benaderde de bank en vroeg om een lening van 25.000 euro. Met het geld dat ze verkreeg, stelde Yvonne een uitgebreide collectie designerhandtassen samen, waaronder Chanel Boy Bags, een Hermès Clutch en een ISL Frins bag. Ze was vastbesloten om haar visie tot leven te brengen. Het leek in eerste instantie een groot succes te worden. Met vermeldingen in diverse magazines en blogs. Yvonne dacht dat ze de jackpot had gewonnen. Echter, het tij keerde bij haar derde boeking. Een ketting ter waarde van 1000 euro werd verhuurd en met de hoogste zorg verzonden via DPD. Maar tot haar ontzetting werd de kostbare ketting naar een Zara-winkel in de buurt van de klant gestuurd. Waarom? vroeg Yvonne zich vertwijfeld af. De huurder, die vriendelijk genoeg was om zelf op zoek te gaan, vond uiteindelijk de ketting, zei het gebroken. Vertrouwend op haar verzekering klopte Yvonne aan bij DPD om de schade te verhalen. Tot haar verbijstering beweerde het bezorgbedrijf dat de schade niet gedekt was. Nee, dat kan niet. Dat is niet verzekerd. Je krijgt 0 euro, kreeg ze te horen. Op dat moment begon Yvonne te twijfelen aan haar ondernemersidee. Wat als er een tas gestolen werd? Diepgaand onderzoek onthulde dat haar ondernemingsplan een groot risico was. Aangezien geen enkele verzekeraar bereid was dit specifieke risico te dekken. Realiserend dat haar idee niet zo waterdicht was als ze had gehoopt, besloot Yvonne al haar designerhandtassen te verkopen. In de wereld waarin wordt beweerd dat designerstukken in waarde toenemen, ondervond Yvonne echter het tegenovergestelde. Het bleek een uitdaging om haar uitgebreide tassencollectie in korte tijd te verkopen, aangezien de meeste mensen niet bereid waren meer te betalen dan de oorspronkelijke winkelprijs. Dit resulteerde in aanzienlijke verliezen voor haar onderneming. Het avontuur dat begon als een veelbelovend bedrijf eindigde als een waardevolle les in ondernemerschap en risicobeheer voor Yvonne Koldewijer.